Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Dylan en zoals je ziet ben ik nu aan het fietsen. Ik dacht het is mooi weer, dus ik pak gewoon een fiets en ik kijk waar ik uitkom en ik neem jullie mee. Voordat jullie verder kijken, vergeet niet alvast op de abonneerknop te drukken en vergeet niet alvast een blauw duimpje omhoog te doen. Oh ja, momenteel fiets ik nu gewoon nog in Almere, hier naast de snelweg. En ik volg nu gewoon de bordjes Amsterdam naar de Bussum en dat soort dingen en zo. Want ik moet sowieso toch die brug over. Hier, ze zijn hier trouwens gewoon aan het bouwen, want ze zijn bezig met voor de Floriade alvast. Wat de Floriade is. Oh kijk, het staat hier gewoon op de grond. Iets met allemaal bloemen en zo. En ja, dat komt hier in 2020 en daar zijn ze nu dus alvast mee bezig. Of ja, al mee bezig. Het is nu 2017, over 3 jaar moet het af zijn. En ze moeten nu nog dingen gaan planten, dus eigenlijk is het best wel traag dat ze nu pas begonnen zijn. Want als je een plant überhaupt wat groter wil hebben, dan moet die dus gewoon sowieso een paar jaar groeien. Maar ja, ik zie jullie zo meteen weer. Het kan trouwens ook zijn dat ze hier bezig zijn met het verbreden van de snelweg, want in Almere zijn ze daar ook echt heel erg mee bezig. Oké, mijn idee was dus om langs de snelweg te blijven fietsen om dan gewoon bij die brug uit te komen, want met de auto moet je ook over de snelweg. Maar ik bedenk nu net dat dat helemaal niet kan. Dus dat ik nu echt heel erg aan het omfietsen ben. Dus ik had beter gewoon het spoorbaanpad kunnen pakken en dan vervolgens die uitfietsen, want dan kwam ik er ook in de buurt. Dus nu moet ik naar de andere kant van Almere fietsen om vervolgens toch nog die brug te kunnen pakken. Oh ja, en jongens, ik fiets nu op een elektrische fiets. Alleen ik heb hem uitstaan omdat ik dat ding moet besparen. Want ja, ik heb hem niet opgeladen en hij was niet helemaal vol meer. Dus momenteel fiets ik zonder dat ding aan en dat is echt super zwaar. Ook hallo. Maar in ieder geval, hij staat dus nu gewoon uit in zijn versnelling 4. Dus het is nu eventjes wat meer kracht zetten en dan ja, hopelijk straks op de terugweg kan ik hem wel gewoon aandoen. En heb ik dan wel genoeg over om dan gewoon lekker makkelijk naar huis toe te kunnen fietsen. Ik ben erachter gekomen dat als je gewoon fietst zonder dat ding aan te hebben, dat ding dan alsnog gewoon leeg gaat. Dus ik heb hem maar gewoon aangezet en op de terugweg ben ik nu ook sowieso fucked. Oké, ik fiets net langs een plek waar stond verboden in te fietsen of in te rijden of wat dan ook. Maar allemaal andere fietsers gingen ook. Maar daar is dus die brug. En dit rijdt echt ontzettend kut. Man kan mij het inhalen. En hij greep bijna uit tegen mij, maar oh, ik had gewoon een andere weg kunnen pakken. Ik had gewoon een andere weg kunnen pakken. Het wel geasfalteerd was, want dit is echt zo ontzettend kut om op te fietsen. Maar wist ik veel. Ja, oké, er stond niet inrijden, maar als iedereen langs fietst, ja, waarom ik dan niet? Weet je dat dat best gevaarlijk is trouwens? Dat mensen doen wat andere mensen ook doen, want er was laatst een... Wacht, vertel zo verder, ik moet even hier opstappen. Oh ja, ik kon hier inderdaad echt niet langs. Oké, maar wat ik wilde vertellen is dat het best wel heel erg gevaarlijk is dat mensen doen wat andere mensen ook doen. Want er was laatst een tv-programma, op tv logisch, want daarom is het ook een tv-programma. Maar er was dus een onderzoek wat mensen zouden doen als er iets gebeurde, dus een groepje acteurs in de kamer zaten met één iemand die er niet van af wist. En het hele ding ging onder rook en die 4 mensen, die acteurs, die bleven zitten. Wat dan diegene zou doen die niet wist dat het niet echt was, zeg maar. Dus althans, die hele kamer stond vol met rook. En diegene, niemand deed iets. Niemand. Iedereen bleef gewoon zitten. Dus datzelfde heb ik nu eigenlijk met... Ik doe ook gewoon wat de rest doet. En zoals ik net zag, jullie zagen het volgens mij niet, want ik was toen net gestopt met filmen. Was dat die man dus bijna uitgeleed en bijna tegen mij aankwam. En hij ging dus waarschijnlijk omdat ik ook ging en ik ging, omdat die mensen voor me ook gingen. En ja, het is gewoon eigenlijk gevaarlijk. Maar ik moest en zou gewoon deze brug moeten pakken, want ik wilde gewoon weg uit Almere. En ik fiets nu dus inderdaad ook echt op die brug. Ik heb hem aangezet, want dit is echt niet te fietsen in deze warmte zonder de ding. Jongens, ik ben dus nu in het Naarderbos en ik weet niet of jullie dit weten. Nou ja, dit is in ieder geval een golfbaan, maar bij deze golfbaan heeft Justin Bieber een keer gegolfd toen hij vorig jaar volgens mij in Nederland was. Dus ja, dat wilde ik jullie even vertellen en ik ga nu weer verder fietsen.
Hier kunnen jullie dus beter zien dat het een golfbaan is. Dus dit is een hole. En dan daarachter kun je verder naar nog een andere, maar... Hey, stel je voor, je ziet Justin Bieber hier in één keer lopen. Oké, ik fietste net langs huizen. En één zo'n appartement daar is gewoon boven de 1 miljoen euro. En ik kon ze nog zien hier van de busjes. Wacht, ik zag een inham. Ik ga er gewoon naartoe fietsen, wacht. Ah nee, ze staan hier achter, maar je kunt ze echt net niet meer zien. Nou, misschien dat ik op de terugweg nog even langs fiets. Jongens, ik heb me net ingesmeerd met zonnebrandcrème, want ik voelde dat ik aan het verbranden was. Maar... nu ruik ik zo ontzettend muf en ik weet niet eens of het nog goed is. Dus als ik straks brandbladen heb, dan komt het dus in ieder geval door deze zonnebrand. Maar, oh, nu stink ik. Ik ben nu in de Naardenvesting. En alles hier is zo super schattig. De huisjes, of nee, huizen. Hoe alles hier staat en gewoon hoe de hele vesting is. Echt gewoon wauw. Dikke Tesla. Zo raar dat mensen hier gewoon verstopt zaten bij de 80-jarige oorlog. En dat het allemaal helemaal geplunderd was door de Spanjaarden. En het er nu gewoon weer zo ontzettend mooi uitziet. Ik ben alweer eventjes aan het fietsen. En ik moet nu echt super nodig plassen. Dus ik ga eventjes naar de winkel van mijn vader toe fietsen. En hopelijk dat hij daar is en dat ik gewoon eventjes naar het toilet kan. Yes, ik ben er. Oké, dit is ook weer gelukt. Dus nu fiets ik eventjes naar mijn oma toe om te kijken of ze thuis is. En dan ga ik daar eventjes wat drinken. Helaas, mijn oma is niet thuis. Dus ik ga nu op de fiets hier eventjes het centrum in. Daar een ijsje halen. En dan ga ik weer terug naar huis toe, denk ik. Want ja, hier is voor de rest ook niet zo heel veel meer te doen. En ik wilde eigenlijk mijn oma gaan verrassen. Maar dat is mislukt. Alweer. Altijd als ik iemand wil verrassen, mislukt het. Dus eigenlijk was het van tevoren ook wel te voorspellen dat het nu weer niet ging lukken. Maar ja. Oké, ik wilde ijsjes halen, of ik wilde een ijsje halen, maar die ijsvlon zat er niet, of was weg, of ik weet niet, ik zat in de verkeerde straat, ik kan ook. Dus toen zag ik van Albert Heijn, heb ik daar een doos ijsjes gekocht en heb ik nu een paar ijsjes naar mijn vader gebracht en nu ga ik ergens heen om te zitten en probeer ze gewoon allemaal op te eten. Ik ben dus nu even snel naar het strand toe gefietst. Daar zijn die huizen die ik bedoelde op de heenweg. Ik zal daar zo meteen ook nog langs fietsen, dus dat zal ik zo meteen eens beter laten zien. Maar ik heb dus nog al die ijsjes. En dat zijn er, nou ik heb er 3 aan mijn vader gegeven voor hem en zijn collega's. Ik heb er 1 onderweg opgegeten, dus nu heb ik er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 over. Dat zijn deze ijsjes. Deze ijsjes zijn echt favoriete ijsjes met weer zoals dit, want het is en goedkoop. Dus je kunt er gewoon veel van eten. En ze zijn ook gewoon echt super lekker qua smaak. En vooral die rode zijn echt lekker. Dus ja, die heb ik ook niet aan mijn vader gegeven. En de challenges, want het waren dus, wacht, het waren er nog 8. En dat klopt natuurlijk wel, maar ik vind dat het wel moet lukken om deze 8 binnen 5 minuten op te eten. Dus ik ga nu mijn camera neerzetten, ik ga mijn timer zetten en dan ga ik het gewoon proberen. 2, 1, start. Achter bij 1 minuut 45 na 1 minuut 47 dat mijn camera dus uitgevallen was en ik had mijn ijsje dus net opgegeten, maar ik heb nu al dingen verwijderd, dus ik ga gewoon verder naar het volgende ijsje. Oké, 1 minuut 47 en ik ga weer verder. Dat betekent dus dat ik 4,5 ijsje op heb in 5 minuten. Dat is echt heel veel, heel weinig. Ik ga nu een prullenbak zoeken. Om die bak weg te gooien of om die... ja, om de omhulsel weg te gooien.
de stokjes weggooien en zo. En dan ga ik weer verder fietsen en dan ga ik jullie die huizen daar laten zien. En ik ga ook eventjes opzoeken hoeveel die huizen nou daadwerkelijk kosten. En dat vertel ik jullie zo meteen als ik daar langs fiets. Dit zijn dus de huizen die ik bedoelde. Dit zijn, als ik het goed heb, 9 appartementen in 1 gebouw. Dus heb je dan 3 gebouwen van. En in 1 van deze 3 gebouwen, nou 1 appartement is 1,4,5 miljoen van wat ik zag. En volgens mij hier bij deze tweede kun je dat hele bovenste gedeelte kopen voor ruim 4,6 miljoen. Dus dan alleen dit bovengedeelte, althans heel dat bovengedeelte. En dat is dan 950 vierkante meter. Ik wil jullie wel nog eventjes erbij vertellen dat dit huis gewoon hier aan het meer ligt. Of althans, ik weet niet hoe dat meer heet. Maar echt super nice uitzicht ook. Want daar aan de andere kant van het water is Almere. Het is de brug waar ik zo meteen weer overheen moet. Richting Almere. Kijken naar die nummerbordjes op het huis. Oh, er zit zand in mijn ogen. Maar in ieder geval, ik ging dus kijken naar die nummertjes. En toen zag ik dat de eerste en de derde beide 9 nummers hadden. Dus 9 appartementen. En dat de middelste maar 8 had. Dus die 8, dus die middelste is dan waarschijnlijk met een penthouse. Wauw. 4,6 miljoen euro. Ik fiets dus nu weer bij dat golfpark waar Justin Bieber toen heeft gegolfd. En ik wil het liefst daar nu echt, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar ik wil echt in die sproeier lopen. Het is echt zo heet. Maar ik ga dus nu weer naar huis toe fietsen en onderweg zal ik jullie waarschijnlijk toch nog wel iets gaan vertellen. Ik fiets nu dus weer gewoon rustig in Almere. En ik denk dat ik nu ook gewoon nog even bij mijn moeder bij haar werk langs ga, want ja, toch niks beter. Er zit zo'n vis of zo, vis aan vis. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar daar ben ik vroeger een keer met school geweest. En toen vond ik dat mooi. Maar ik heb gehoord dat het nu toch best wel nice is, dus alweer erheen gaan. Dit is dat vis aan vis of vis aan vis wat ik bedoelde. En het ziet er echt een stuk nicer uit dan toen ik hier met school naartoe ging. En volgens mij zijn de acteurs zich nu aan het klaarmaken voor de volgende voorstelling. Nou, ik ben eindelijk bij mijn moeder en het was echt een pokkenstuk fiets nog. Ik had alleen maar wind tegen, de accu was ineens leeg. En echt mijn benen en ik kon echt heel veel pijn. Maar ik ben dus nu bij mijn moeder in de winkel. En ik krijg echt trek van dit alles. Oké, kijken. Nee, ik doe jou er ook niet op. Kijk hoe goddelijk. Yes. Als je ziet ben ik dus weer thuis. Ik heb gelijk eventjes een smoothie gemaakt omdat ik wel vond dat ik dat verdiend had. Daar zit in een beetje appelsap, een stukje banaan, heel veel frambozen en wat sinaasappelsap. Oh, daar hou ik zoveel van. Hè. Vooral als die frambozenverhouding gewoon zo hoog ligt. Dat het gewoon naar frambozen smaakt. En dat het gewoon nog, kijk, het zijn bevroren frambozen. En dan wordt het gewoon zo'n beetje een dik koud sapje, weet je. Een soort, ja, milkshake zonder milk. Als je nou wat ik bedoel. Maar in ieder geval, ik ben dus nu weer thuis. Ik ga zo nog eventjes de Young Impact vlog editen. Die komt pas, weet ik veel wanneer, online. In ieder geval naar deze vlog. Want eerst moet er nog een uitzending van op tv gekomen zijn. Voordat ik überhaupt wat mag uitzenden of op YouTube mag zetten. Dus die ga ik zo even editen. Daarna ga ik ja, deze vlog editen. Voor nu, voor jullie is hij al geëdit. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video leuk? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!